De komst van arbeidsmigranten uit Oost-Europa zorgde er vorig jaar voor dat het Zeeuwse bedrijfsleven 175 miljoen euro aan omzet binnenhaalde. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel, gemeente en provincie. In Zeeland waren vorig jaar ruim 2500 werknemers uit Oost-Europa aan de slag. Vooral in de landbouw en visserij. Ze gaven gezamenlijk ruim 10 miljoen euro uit in de provincie. Staatssecretaris Henk Bleker heeft aan Omroep Zeeland laten weten dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de Hetwiegepolder. Ik hoop dat ik binnen 48 uur of 72 uur u echt definitieve mededelingen kan doen. Volgens de staatssecretaris wordt voor het naar buiten brengen van het definitieve besluit eerst nog contact gelegd met de Europese Commissie. De band Raccoon heeft 3 3FM Awards gewonnen. Als beste artiest in de categorie pop, in de categorie beste single voor het nummer No Mercy en voor het album Liverpool Rain. De prijzen waarbij luisteraars op een favoriete artiest konden stemmen zijn gisteravond uitgereikt in de Westergasfabriek in Amsterdam. Heeft u tips? Bel ons of mail